Ja, vandaag wilde ik het hebben over palen en paaltjes in Winterswijk. En dan begin ik met een wat ingewikkeld verhaal. De meting van een rijksdriehoeksnet. Daar werden voor die meting werden vaste punten bepaald. En meestal waren dat kerktorens, dus gebouwen die je van op grote afstand kon zien. Maar als dat niet het geval was, dan gebruikte men daar ook wel paaltjes voor. En Winterswijk, voor zover ik weet, ja, er zullen er wel meer geweest zijn, maar ik heb er in ieder geval drie gekend. Eén stond aan de Rotweg, maar die is verdwenen. Eén die stond in het noorden van Meddo. En één die staat nu nog altijd in het Woold. En dat is, als je van de Meerdink wegkomt, de Roerdinkweg op. Dan maakt die Roerdinkweg, die maakt een bijna haakse bocht naar de boerderij Roerdink. En in die hoek, daar is een klein driehoekje gras. En precies in het midden van dat grasdriehoekje, daar staat dus zo'n stenen vierkante paal met een kruis erbovenop. En dat is dus gebruikt voor de Rijksdriehoeksmeting. Dan komen we op een heel ander soort paaltje terecht. We hebben in Winterswijk een aantal havezaten gehad. En een daarvan was de havezaat Plekenpol. En als je nou bij de Plekenpol bent, dan staan daar bij de gracht, de toegang, daar staan twee paaltjes en er staat op het opschrift Plekenpol. Nou, dat is duidelijk. Maar waar dienden die paaltjes nou voor? Wel, als daar een hek stond, er zal waarschijnlijk wel een hek gestaan hebben om het af te sluiten. Je reed daar met paard en wagen naar binnen. Dan zou de zijkant, met de zijkant van de naven van de wielen, dan zou het hek beschadigd kunnen worden. Nou, om nou die paaltjes daar neer te zetten, die dienden dan ter bescherming van het hek. Die paaltjes noemen we schamppalen. En bij de boerderij Huitink aan de Kotterseweg in de Brinkheurne, daar staan ook twee schamppalen. En dat zijn de restanten van een brug over de Bovenslingen. En die brug die was nogal vrij smal, want de Kotterseweg was vroeger veel smaller. En toen op een gegeven ogenblik de Kotterseweg verbreed werd, laten we zeggen op de huidige breedte werd gebracht, ja, toen stonden die paaltjes, die stonden daar een klein beetje merkwaardig. Nou, die waren natuurlijk al lang weggehaald. En twee van die paaltjes die zijn terechtgekomen bij de boerderij Huitink. Er waren nog twee van die paaltjes, maar die zijn terechtgekomen bij een huis van Martin. En dat was toen aan de Groenloseweg. Dat zou dus nu op de hoek van de Rondweg West en de Groenloseweg zijn. Daar is later de fysiotherapeut Brus gekomen. En daar kun je ze vanaf de Rondweg kun je ze ook nog zien. Alleen daar zijn ze wit gekalkt. En ik heb de indruk dat de paaltjes bij de familie van Eerden op Huitink, dat die nog min of meer de originele kleur hebben. Ik had het net over havezaten in Winterswijk. Nou, we hadden nog zo'n havezaten, dat was het Waliën. En het Waliën is in 1905 afgebrand. En er is maar heel weinig over, nog een muurrestant. Maar als je langs de weg rijdt, langs het voormalige Waliën, dan zie je vanaf de weg zie je twee palen staan. En er staat op Landgoed Waliën. Dat is ook nog een herinnering aan de oude havezaten. En weer een heel ander paaltje. Ik vertel altijd met enige trots aan mensen die niets over Winterswijk weten, dat ze in ieder geval één ding van Winterswijk moeten onthouden. Dat Winterswijk de gemeente in Nederland is met het dichtste fietspadennet. En bij die fietspaden heeft één organisatie in de Achterhoek een heel belangrijke rol gespeeld. En die hebben langs die fietspaden die ze in onderhoud hadden of in aanleg hadden misschien,
Daar hebben ze paaltjes neergezet met een wat afgeschuinde bovenkant, zo te herkennen. En als je dichtbij bent, dan kun je er ook de letters op zien. VRIGA, Vriga. Vereniging van Rijwielpaden in de Gelderse Achterhoek. Nou, en als je dat één keer weet en je rijdt rond op de fiets, dan kom je ze met grote regelmaat tegen. Want de meeste van die Vriga-paaltjes zijn in Winterswijk terechtgekomen. Ja, ik heb het nu over een aantal palen in Winterswijk gehad. En dan zult u misschien zeggen, ja, maar we hebben nog veel meer van die palen. Ik weet het. Die heb ik nu niet genoemd, maar daar wil ik graag de volgende keer over hebben.